Liefde is toch alles, overwint toch alles. Hallo kijkers, welkom bij In The Picture van mijn YouTube kanaal Cherelle Ish. In The Picture is een geheel nieuw concept waarbij jullie in de picture komen te staan, jullie in de spotlight, verschillende onderwerpen komen aan bod, waaronder de liefde, amour. Wat betekent liefde voor jou? Hoe ga je met liefde om? En hoe ontvang je liefde in deze koude dagen? We zijn vandaag in Almere, zoals je ziet. Let's check this out. Vandaag hebben we het over de liefde en ik zou graag willen weten, wat betekent de liefde voor jou? Wat betekent liefde voor mij? Liefde is alles toch? Alles is liefde. Zoals? Kan je voorbeelden noemen? Ja, ik weet niet. Vriendschap is liefde. Mm-hmm. Als je wat geeft aan iemand is liefde. Haat is liefde. Ja, iemand die je gezelschap brengt en je de steun biedt die je nodig hebt. En er gewoon is voor je op de moment dat je het nodig hebt, laat ik zo zeggen. En ontvang je momenteel liefde? Ja, tuurlijk. En van welke mensen? Van mijn kinderen, vriendin, van jou, van de cameraman. Dus ja, van iedereen om me heen op dit moment. En ervaar je dit momenteel? Zeker, ik heb een vriendin, zeker. Ik heb een vriendin en ze is hartstikke lief voor me. Mm-hmm. En ze biedt alles wat ik heb, wat ik nodig heb, wat ik wil. En kan je iets concreets opnoemen wat zij jou geeft? Waarvan je denkt van, oh ja, dat is echt de liefde. Ja, moeilijk. Ze geven zoveel. Mm. Zoveel aandacht gewoon, wat je nodig hebt. De knuffelen hou ik ook wel van. En hoe geef jij liefde aan mensen? Door gewoon voor ze klaar te staan, toch? En bijvoorbeeld luisterend oor kan altijd helpen. En denk je dat je dat bent voor een ander? Jawel, denk het wel. Ja, je bent een liefdevol persoon, je hebt een groot hart. Ik denk het wel als ik het over mezelf mag zeggen. Dus al ben ik zo'n praatpunt. Iedereen kan altijd bij me terecht, laat ik zo zeggen. Ja. En ze kunnen van alles gewoon bij me aangeven. Dus ook midden in de nacht, wanneer je in een diepe slaap bent, dan... Ik kan gewoon bellen, appen, maakt niet uit. Kom je mijn kamer in rennen. Tranen, lach, maakt niet uit voor mij. Dus als je zegt liefde, hoe breng ik de dagen door? Dan zeg ik extra denken aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. En extra eraan denken dat we elkaar lief moeten hebben in deze wereld. Love is life. Life is like so many things, you know. Mm-hmm. If you don't breathe, you don't have life. Komt u vandaan? Germaine, ik kom uit Suriname. Vers van de pers uit Suriname. Ja, vers van de pers. Heeft u het gevoel dat je met liefde ook echt alles kan bereiken? In deze tijden eigenlijk? De mens heeft minder liefde deze tijden. Dat is het. En hoe zal dat komen? Ik weet niet. Het is misschien... We vechten naar dingen toe. Dingen die we zelf willen hebben. Gewoon aardse goederen. Dat is het. Dat we geen tijd hebben meer voor liefde voor elkaar. Ik zie dat feestjes mensen meer bij elkaar brengt. Dat werkt altijd wel, ja. Dat werkt altijd. Do you have a message for people? A message for like people, they have to love each other. No matter what, you know. It's true. Not only the love for woman and the man, mm-hmm. for all the world. Ja, probeer elkaar op te zoeken. Probeer elkaar liefde te geven en zo, dat soort dingen. En maak het zo gezellig als dat het kan.